Voordat we met het onderwerp van deze video gaan beginnen, wil ik even zeggen, in de vorige video heb ik gesproken en eigenlijk aangegeven dat de komende video, deze video dus, ik eigenlijk het forward PE ratio zou gaan behandelen. Dat ik zou gaan kijken hoe je aandelen kunt waarderen, verschillende manieren daarvan behandelen. Waar ik dan voorheen deed, door middel van een dienst genaamd Finbox, ja, dat is inmiddels betaald geworden. Eigenlijk alle makkelijke diensten, die zijn betaald. En alle moeilijke diensten, ja, die zijn wel gratis, maar het is niet te implementeren. In ieder geval tot nu toe is het me nog niet gelukt. Dus ik ben er nog steeds mee bezig. Die video hou je dus nog te goed. Maar in deze video gaan we dus kijken naar CFD's. Want veel mensen willen nu graag beginnen met beleggen. Zeker wanneer de koersen zo laag staan dat ze denken, dit is het juiste instapmoment. En dat is het waarschijnlijk ook wel. En dan willen ze misschien gaan beginnen met een klein beetje geld, een kleine inleg. Het liefst willen ze natuurlijk wel zoveel mogelijk geld verdienen. En als het nog een beetje kan, ook zo snel mogelijk. En misschien kom je dan tijdens je onderzoek wel uit bij CFD's. Of misschien hoef je niet eens naar op onderzoek uit te gaan. Grote kans dat bijvoorbeeld aanbieders van CFD's ook adverteren op YouTube bij video's zoals deze, omdat jullie mijn doelgroep zijn. Ja, natuurlijk zijn jullie mijn doelgroep, maar jullie zijn ook de juiste doelgroep voor dat soort bedrijven, want jullie willen geld gaan beleggen. En in deze video wil ik dan ook gaan kijken naar wat is een CFD, hoe werkt het, wat zijn de voor- en vooral wat zijn de nadelen, want daar zal het uiteindelijk op uitkomen. Om ook de vraag te beantwoorden van, is het nou een goede manier om te beleggen of misschien wel te beginnen met beleggen? Verschillende vragen dus die ik probeer zo goed mogelijk te beantwoorden in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Nou, in het kopje investeren en beleggen komen we dus, zoals gezegd, misschien wel uit op internet bij CFD's. Dus laten we dan ook beginnen met, wat is nou een CFD? En een CFD is de afkorting voor Contract for Difference. Eigenlijk letterlijk vertaald wil het gewoon zeggen een overeenkomst voor een verschil. Dat is een afspraak die jij maakt met de aanbieder van deze CFD. En deze afspraak of dit contract is er dus tussen 2 partijen. Dat ben jij en dus die aanbieder. En het gaat over een bepaald product, een onderliggende waarde. Met toepassing waar gebruik van wordt gemaakt, zeg maar, van een hefboom. Wat is nou die onderliggende waarde? Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan een aandeel zijn. Dat kan een index zijn. Dat kan valuta zijn. Dat kan grondstoffen zijn. En eigenlijk gaat het niet eens dat je dit onderliggende waarde ook echt in bezit hebt. Je maakt eigenlijk alleen een contract, een overeenkomst tussen jou en die aanbieder dus over de verschillen die dus optreden op deze onderliggende waarde. Dus je koopt niet het echte aandeel. Laten we als voorbeeld pakken een aandeel Apple. Je zult dus niet met dit contract het aandeel Apple kopen, maar je zult eigenlijk een afspraak maken over de koersschommelingen van het aandeel Apple. En bij een CFD wordt dan ook nog gebruik gemaakt van een hefboom. Nou, het voorbeeld Apple. Apple is op zich een vrij stabiel aandeel. Dat wil zeggen, er zullen nooit heel erg grote schommelingen zijn. En natuurlijk gaat er elke dag wel iets bij en iets af. Maar dat is niet zoveel, dat is misschien 1%. En op een aandeel van een paar honderd euro is dat, zeg maar, 2 of 3 euro of dollar per dag. Dus dat zijn niet de hele grote verschillen. Maar door bij een CFD gebruik te maken van een hefboom kun je deze schommeling vermenigvuldigen. Misschien met 5 keer, met 10 keer, misschien wel 50 keer. En op die manier kan die kleine schommeling van misschien maar 1 dollar in de koers ervoor zorgen dat je misschien wel een schommeling, uiteindelijk een winst of misschien ook wel een verlies hebt dus in je CFD. Afhankelijk van de hefboom tot misschien wel 50. En zo zie je dus dat je van kleine schommelingen toch een best groot profijt kan hebben natuurlijk, als zeker wanneer de koers omhoog gaat. Dus je zou zeggen, dit is ideaal voor beginners. Je hoeft ten eerste niet het aandeel echt te kopen. In het geval van Apple, $200-$300, dat hoef je al niet te kopen. Je kunt ook met een kleinere inleg beginnen. En ook als het aandeel maar een klein beetje schommelt, kun je grote rendementen maken. Want wanneer je daarop zegt dat het gaat stijgen en het stijgt, dan kun je die hefboom toepassen. Je kunt ook zeggen natuurlijk dat het naar beneden gaat. En het gaat heel hard naar beneden. Zeker door die hefboom kun je op die manier nog profiteren. Maar ik denk juist dat het totaal niet interessant is voor beginners. Het is misschien ideaal voor gokkers, mensen die een gokje willen wagen. Want het zijn eigenlijk heel erg risicovolle producten. Alleen ze worden je heel erg simpel aangeboden. Kijk bijvoorbeeld naar de app van Bucks. Dat is gewoon, zoals gezegd, via je telefoon. Je kunt daar een aandeel kiezen. Zeggen, eigenlijk aangeven of jij verwacht of het gaat dalen of stijgen. Je geeft je inleg aan, je geeft de multiplier, dus die hefboom aan. En dat was het. Met een paar tikken op je telefoon heb je dus een CFD gekocht. En dat het zo simpel gaat wil niet zeggen dat het geen heel erg risicovol of complex product is. Zeker in Europa is er begin 2018 zijn er al heel strenge regels voor gekomen. Dat er heel veel dingen beperkt zijn. In Amerika is bijvoorbeeld een CFD verboden om aan te bieden. En trouwens,
Vorig jaar, begin 2019, zijn de Europese regels ook nog eens een keer aangescherpt. Juist omdat deze producten dus zo risicovol zijn, kun je afvragen hoe risicovol zijn deze producten dan? Want als je het goed aanpakt, kun je er gewoon natuurlijk heel erg grote winsten mee halen, dat is zeker waar. Alleen je moet je dan afvragen, hoe groot is die kans dat ik bij die winnaars ga behoren? Nou, gaan we kijken naar de website van verschillende aanbieders. Dan zie je eigenlijk op elke site terugkomen, want ze zijn waarschijnlijk wettelijk verplicht inmiddels om aan te geven hoeveel van hun klanten eigenlijk winst of juist verlies maken in dit geval. Kijken we naar Bucks, dan zien we staan onderaan de pagina 79,9% van de retailbeleggers leidt verlies op handel in CFD's. Kijken bijvoorbeeld naar Plus 500, een andere aanbieder, daar is het aantal verliezers 80,5%. eToro 75%. Trading 212, 212, weet je hoe je het wil noemen. 76% van de beleggers leidt daar verlies. En deze bedrijven doen er heel veel aan om klanten binnen te halen. Want ze weten natuurlijk hoeveel klanten verliezen. En dat is natuurlijk meteen ook hun winst. Dus misschien dat je zelfs onder deze video wel een reclame hebt gezien van een van deze aanbieders. Maar ook maken ze gebruik van affiliate marketing. Op zich is daar niks mis mee, want heel veel bedrijven, aanbieders maken gebruik van affiliate marketing. Het is juist het bedrag wat ze deze als affiliate vergoeding geven. Dat is meteen al iets waar je ja, vraagtekens bij kunt stellen, zeker ik. Ik ben wel bekend met affiliate marketing, maar als je deze bedragen ziet, dan kun je afvragen van, ja, is het wel zo'n goed product voor de klanten, eigenlijk voor mijn kijkers, aan wie ik het dan eventueel aan zou gaan bieden. Ik denk alleen op basis van het bedrag al dat het niet interessant is. Want kijk bijvoorbeeld bij Plus 500, daar bieden ze tot $800 vergoeding per klant die je aanbrengt bij hun. Bij Trading 212 is het zelfs tot $1000 per klant, met eventueel nog een bonus tot $30.000. Dus als ze al dat soort bedragen gaan aanbieden, dan weet je eigenlijk al dat, zoals we al zagen, bijna 75-80% van de mensen geld verliest. En aangezien ik alleen producten promote waar ik in geloof en waar mensen ook echt iets aan hebben, nou dat lijkt me bij dit geval, is niet het geval in ieder geval. Dus ik ga het zeker niet promoten. Denk ook wel dat het een beetje duidelijk is hoe ik denk over CFD's in deze video. Want ben je bewust dat als bedrijven dit soort bedragen over hebben om jou als klant binnen te halen, hoeveel ze dan wel niet aan jou gaan verdienen? En ze verdienen alleen geld aan jou als jij geld verliest. Dus hou dat goed in gedachten. En besef je dan ook tegelijkertijd dat je eigenlijk betere kansen maakt wanneer je naar het casino zou gaan, naar roulette zou gaan. Je zet alles op rood of op zwart. Dan zijn je kansen dus eigenlijk hoger dan de percentages die we bij deze aanbieders zien. En grote kans dat jij iemand bent die ook graag voor de lange termijn wil beleggen, dan is dit niet de juiste strategie. Ook wanneer je echte aandelen in bezit wilt hebben, want dat heb je hier niet. Hier heb je alleen een contract over het aandeel, maar het echte aandeel heb jij niet in bezit. Dus wederom, dat zou een reden zijn om dit niet te doen. En ik denk dat dat al genoeg redenen zijn om niet met CFD's te beginnen. Nou, hoe gaan we dan wel kunnen beginnen met beleggen, vraag je misschien af. Mensen die mijn kanaal al langer volgen weten dat ik vooral de Giro een heel erg goede broker vind. Heel erg makkelijk, goede tarieven. Ik denk ook wel de bekendste broker binnen onze community. Zelf heb ik er inmiddels meer dan €42.000 belegd. En dit zijn ook echte aandelen, dus geen contracten, maar echte aandelen zelf in bezit. En ook aanbieders die ik eerder besprak van CFD's, zoals Bucks of Trading 212, hebben ook producten die echt wel over echte aandelen gaan. Dus daar kun je zeker op gaan letten. Ik heb over Bucks al eerder een review gemaakt. Over Trading 212 komt binnenkort een review. Maar meer informatie en links vind je dus in de beschrijving onder deze video. Vind je dit trouwens een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welk onderwerp jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken. En je helpt natuurlijk het YouTube kanaal daarmee. Dus zeker een reden om een duimpje omhoog te geven. Wil je nog meer van dit soort video's zien? Ik maak elke week 2 video's. Dus die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En laten we dan tenslotte even gaan kijken naar de voor- en nadelen van CFD's. En laten we dan beginnen met de nadelen. Omdat ik in ieder geval over probeer te brengen dat ik niet zo heel erg positief ben over CFD's. In ieder geval, ik denk niet dat dit de juiste soort product is voor mensen zoals jij waarschijnlijk die op lange termijn willen beleggen. En laten we dan meteen beginnen met een best wel groot nadeel. En ik heb het al eerder benoemd. Op het moment dat jij verliest, wint de aanbieder. Dus de aanbieder van de CFD, die maakt dan winst. Dus deze aanbieder is heel erg gemotiveerd eigenlijk om jou te laten verliezen. Dit is in tegenstelling tot de meeste brokers. Of je nou Bing pakt, of de Giro, of andere aanbieders. Daar heb je vaak vaste bedragen. Het maakt uiteindelijk de aanbieder, de broker, niet uit of je nou geld wint of verliest. Want jij betaalt toch een vast tarief. Bij CFD's is vaak ook nog sprake van weinig transparantie. Je hebt te maken met marktprijzen of spreads. Maar beide van deze dingen worden vaak door de aanbieder aangeboden, beheerd.
En aangezien het niet duidelijk is hoe deze prijzen tot stand komen, is het maar de vraag of het ook echt waar is. En daar kun je natuurlijk vraagtekens bij stellen, aangezien zij geld verdienen op het moment dat jij geld verliest, zoals al eerder zei. En het is dus ook niet zo dat, zoals we eerder zeiden, dat je ook echt het aandeel koopt. Of dat je misschien de koers van het aandeel koopt. Misschien zit er vertraging op. Misschien zitten er wijzigingen in. Dingen die niet echt inzichtelijk zijn. En om die reden is het dus ook een best wel groot nadeel, lijkt me. Aanbieders van CFD's hebben ook geen bewaarbedrijf. Waar echte brokers dat wel hebben. Dus op het moment dat jij aandelen koopt bij de Giro, is de Giro eigenlijk ook wettelijk verplicht dit in een bewaarbedrijf te doen. Dat wil zeggen, wanneer de Giro, dat er iets misgaat en ze gaan failliet, dan staan je aandelen apart van de Giro. En kun je dus je aandelen terugkrijgen, is er niks eigenlijk aan de hand met jouw investering. Maar dat is bij CFD's niet het geval. Die hebben geen bewaarbedrijf. En aangezien jij een contract hebt met die aanbieder, mocht die aanbieder failliet gaan, dan is eigenlijk ook meteen je contract weg en dus ook je inleg. Ook hefbomen zijn een groot nadeel, want natuurlijk kan het heel erg helpen als het goed gaat, dat je je winsten kunt multiplyen met 10, 50 misschien wel. Maar wanneer het misgaat, kan het ook in één keer heel snel misgaan. Je kunt dan wel niet meer verliezen dan je inleg. Maar vaak zul je zien dat je toch probeert om je inleg weer terug te verdienen. Dat je misschien meer geld inlegt bij de volgende CFD die je doet. Een hogere multiplier in doet. Dat het dan weer misgaat en dat je uiteindelijk dus heel veel geld verliest. Je kunt je afvragen, dat gebeurt mij niet. Maar dat denkt natuurlijk iedereen die hieraan begint. En we hebben zelf gezien welke percentages mensen uiteindelijk echt winnen. Dat is minder dan 20% in principe. Dus grote kans dat jij veel geld gaat verliezen, juist door deze hefbomen. En zo zijn er nog heel veel andere kosten. Juist kosten waar ook deze aanbieder weer aan verdient. Of dit nou transactiekosten zijn, kosten, financieringkosten noemen ze het vaak. Om het, gedurende de dag leen je eigenlijk geld. Daar betaal je rente over. Op die manier verdienen ze heel veel geld. Dat is een beetje afhankelijk van de aanbieder, maar in ieder geval heel veel kosten die eigenlijk ook gewoon een nadeel dus zijn. Laten we de video dan eindigen met voordelen van CFD's, want ook die zijn er wel. Al vraag ik me af dat de meeste mensen inmiddels wel niet af zijn gehaakt in deze video, omdat ze beseffen, waarschijnlijk is het niet het juiste product voor mij. Het eerste voordeel is gewoon dat het heel erg makkelijk is. Zoals we straks al zeiden, via Bugs bijvoorbeeld, heel veel van deze aanbieders hebben gewoon een heel erg goede app. Het werkt heel makkelijk, met een paar kliks heb je in principe een soort van belegging gedaan. En dat is eigenlijk iets wat je best wel zou willen zien bij andere aanbieders, bij grotere brokers. Op zich van de Giro is best wel een goede app. Maar er zijn heel veel aanbieders waar de app zeker wel beter kan. Of dat ze misschien zich moeten richten op een betere app. Het is ook best wel fijn dat je eigenlijk op bijna alles wel een CFD kunt afsluiten. Dus of het nou een aandeel is, een index, een grondstof, een valuta, cryptocurrency. Eigenlijk overal is wel een CFD op af te sluiten. Dus het aanbod is heel erg breed. En je kunt ook vaak gaan voor een koersstijging. Dus long gaan of juist short gaan. Ervan uitgaan dat de koers gaat dalen. Ook dat is op zich best wel makkelijk en ooit best wel interessant. Want heel veel mensen zullen ooit denken, zeker op dit moment misschien wel, dat de beurs heel erg hoog staat. Of een bepaald aandeel heel erg hoog staat. Dus best wel een makkelijke manier om short te gaan. Dat zou misschien nog wel eens interessant zijn om ook bij andere brokers geïntroduceerd te zien. En ook een voordeel is dat je niet meer kunt verliezen dan dat je inlegt. Dat is iets wat wettelijk verplicht is sinds 2018. Op zich is dat best wel prima, denk ik. Natuurlijk is dat ook het geval wanneer je aandelen koopt. Je kunt een bedrijf kan failliet gaan, maar het aandeel kan dan niet minder waard worden dan nul. Maar misschien ben je bezig met hefboomproducten, met opties, futures. In dat soort momenten kan het gebeuren dat je natuurlijk uiteindelijk meer geld verliest dan dat je eigenlijk had ingelegd. Dus hou daar zeker rekening mee. Dat zijn wel financieel best wel complexe producten. Maar die producten zijn vaak ook niet zo makkelijk af te sluiten. Zeker niet zo makkelijk als een CFD. Dus het is best wel prima dat, aangezien een CFD op zich een makkelijk product is, dat je ook voor kunt zorgen dat ze wettelijk verplicht zijn om dus eigenlijk een maximum verlies te hebben. Niet meer verlies dan je inleg. En dat was het laatste voordeel dat ik kon vinden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken ten eerste natuurlijk. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie misschien wel vaker willen zien. En help je natuurlijk ook het YouTube kanaal mee. Want meer mensen krijgen deze video te zien. Je helpt er uiteindelijk dus ook mensen mee. Want al is het maar een waarschuwing in dit geval van deze video. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje daarnaast om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.